Dries hoeving goot het tijdens de coronacrisis over een andere boeg. De zanger gaat een documentaire maken over Amsterdam in de coronacrisis, zo vertelde hij in zijn column in het Radio 1 programma 1 op 1. Dries leidde zijn praatje in door te vertellen dat het voor veel mensen naampassen is in deze tijd. Zelf heb ik alle maand niet gezongen. Ik ben bezig een documentaire te maken over Amsterdam in de coronacrisis. Morgen en overmorgen ga ik de stad in met een cameraman en ik heb onderweg ook wel wat interviewtjes gepland. Punt in de documentaire laat drie verschillende ondernemers aan het woord zoals een restauranthouder, fysiotherapeut, slager en de eigenaar van Escape of het Rembrandtplein. Om te vragen hoe dat soort ondernemers zich nu redden of niet redden in deze crisis, al dus de zanger. Zo houd ik mezelf ook een beetje bezig, want voorlopig ben ik nog werkeloos, denk ik.